Deze week al zo'n 175 dagen geleden dat Bitcoin de high printte hier begin maart 2024. En die high was zo'n ja, 73.000 dollar. En we zijn dus al een flinke tijd aan het consolideren. Even twee dingen voor deze video waar ik naar wil kijken. Enerzijds is even zien naar waar Bitcoin zich nu begeeft als we het hebben over de moving averages. Want de moving averages zijn altijd een belangrijke indicatie van wanneer zit je in de bullmarkt, wanneer zit je in de bearmarkt. We zitten nog steeds in de bullmarkt. Don't worry. Uh, als we gewoon de afgelopen twee cycli erbij pakken, en, en uh, mensen die mij al langer volgen op dit kanaal, uh, die weten dat ik ook die 150 dagen in de afgelopen periode vaker noem van wanneer start een boel in echt. Uh, en als je nieuw bent op dit kanaal, vergeet je zeker niet om te abonneren en laat ik even een duimpje achter als je de content kunt waarderen. En ook als je natuurlijk al geabonneerd bent. Uh, zien we in ieder geval dat na de halving het een tijdje duurt voordat echt de, de parabolische fase start. Dat was ook in 2020 zo. Maar hier is natuurlijk de fase, de parabolische fase al veel eerder gestart. Nogmaals, het heeft vooral te maken ook uh, met uh, de frontrunning van de goedkeuring van de spot uh, Bitcoin ETF uh, in uh, begin januari, 10 januari 2024. Nou, fijn die rode lijn is, dus de 20 exponential moving average. Eigenlijk uh, zit, die, zit Bitcoin daar altijd boven, gewoon ruim boven op het moment dat je dus in die parabolische fase zit. Wat op dit moment dus nu niet meer aan de orde is. Bitcoin zit daaronder. Bitcoin zit zo'n... 7% onder de, uh, de, de 20 exponential moving average. Tijdens correcties kan het wel gebeuren dat je naar de 50 exponential moving average gaat. Dat is die bruine lijn hier. Nou, de 50 exponential moving average, die zit voor Bitcoin op de weekly nu op zo'n 54.180 dollar. Uh, wat mij betreft uh, is bitcoin bijna aan het einde van deze correctie. Tenzij er nog een mega dump, natuurlijk, zou komen van Bitcoin die je niet, uh, niet uh, had voorzien. Uh, maar we gaan ook in deze video even kort kijken, maar wat doet bijvoorbeeld Nasdaq, uh, de techstok uh, van, uh, van de Verenigde Staten. Dat is wel goed om even te zien van wat is nou het verschil tussen Bitcoin en Nasdaq in deze. Ook uh, wat ik interessant vind, dus los van die moving average, oké, okay, nou dat zou dus 54.000 kunnen zijn, maar ja, daar zakt hij dan ook wel eens in met een week bijvoorbeeld doorheen. Hier zo'n 15% in 2021. Nou, 15%, uh, dan komen we uit op zo'n 46.000 dollar in een wick. Hè? Dus het zegt niks over candle close. Dus een wekelijkse sluiting, het gewicht daarvan is veel zwaarder ten opzichte van een wick. Want dat zie je ook hier, deze wick is echt gigantisch. Dat is uh, geweest uh, begin augustus. Hier zag je dat uh, vanaf de, de bovenkant, die week, naar beneden was 21% in een week. Alleen daar sluit hij niet op, want vanaf de bodem... ...komt er dan eerst nog een keer 17% bij. Dus ik wil vooral kijken naar de wekelijkse sluiting van Bitcoin. Ja, daarom ook uh, dit patroon uh, wat we even nu tekenen, nu neerzetten... ...waar we even zorgen dat er ook steun is op een paar candle, ...een paar bodies van, van deze candles. ...in plaats van dat we alleen maar de, de uiterste daarvan pakken. Aan de bovenkant doe ik dat ook... ...zodat we in ieder geval duidelijk een neerwaarts kanaal natuurlijk hier tekenen... Uh, waarbij de 48.000 dollar echt wel cruciaal uh, support natuurlijk is, omdat dat al heel lang in de tijd, gaan we echt al drie jaar terug uh, waar significantie zit op, uh, op, dat, op dat punt. En ik denk nog steeds dat de kans heel klein is dat uh, Bitcoin uh, dit niveau gaat aantikken. Maar ja, hoeveel procent zit Bitcoin daar nu vanaf? Uh, 15,5 procent. Nou we zien natuurlijk dat als er gekke dingen gebeuren op de markt, stel je voor dat uh, in Amerika... We weten dat we halverwege september kunnen verwachten... dat in Amerika wordt aangekondigd dat de rente verlaagd gaat worden. Want ja, het gaat goed met de inflatie, die, die daalt. In Europa zien we dat de inflatie sterk daalt. Canada heeft ook een renteverlaging aangekondigd. Nou, de ECB zal nog een renteverlaging gaan aankondigen. Dus Amerika kan naar alle verwachtingen niet achterblijven. Stel dat Amerika zegt, nou, wij doen er nog even niet aan mee. Ja, dat kan best wel weer een behoorlijke tik zijn voor de economie. En uh, ook voor de beurs, korte termijn. Korte termijn. En dat zou dat soort... Dat soort uh, de korte termijn beslissingen zouden ook nog verder neerwaarts spiraal kunnen betekenen, ook voor crypto, dus ook voor bitcoin. Al bloed het bloedde dan dus nogmaals ook weer harder. Dan uh, een ander uh, interessant punt om even naar te kijken, dat is de Reddit Strength Index. Want die geeft natuurlijk altijd aan van wanneer uh, is het uh, behoorlijk uh, overgekocht en wanneer is het oververkocht. Hier kan je heel duidelijk zien de bodem op de weekly, dat is het rond de 26. Dat uh, correspondeert met een niveau van zo'n 18.000 dollar Bitcoin. Dus puur op deze indicatie, als je natuurlijk voor een hele mooie prijs Bitcoin gekocht. Maar vervolgens zien we een paar keer een bounce en hier nog een keer op de 31. En dat bleek uh, de absolute bodem te zijn. Ergens tussen de 15.500 en 16.500 dollar. Vervolgens zien we heel lang de Relative Strength Index stijgen, wat vaker correspondeert met de, de boeren. Die gaat omhoog. En ergens op de piek van de boeren. Gaat vervolgens uh, de Retro Strength Index weer een hele lange tijd naar beneden. voordat er weer een volgende boelfase aanbreekt. Nou, we zien eigenlijk iets uh, wat daar behoorlijk op lijkt. We zien eigenlijk vanaf juni 22, dus dat is nu twee jaar geleden. zien we dat de Retro Strength Index uh, stijgt tot een hoogtepunt. Tot waar we ook de high hebben gezien uh, voor, uh, voor Bitcoin. 73.000 kunt u al pas achteraf na deze boeren zien. van nou, hoe zal het dan uiteindelijk echt? Uh, ik ben sterk van mening dat. Ook als we kijken naar de trendlijn, die had ik laatst op een andere timeframe getekend. Dus ik zal die even op de weekly nog even ietsje corrigeren. Dat naar mijn verwachting de RSI nog heus wel weer richting die 90 gaat. Dat betekent dus dat we ergens hier straks een bounce gaan krijgen. Dat is mijn verwachting. Zeker met de renteverlaging in het vooruitzicht. Dat is ook de economische groei die daar ook weer van komt. Er zit wel een vertaging op, dus het gaat nog een aantal maanden duren. Dat geeft niet, want we weten ook dat we nog zo ongeveer tot richting het einde van volgend jaar hebben. Voor het einde van deze boeren. Als we kijken naar de afgelopen cycli. Ja, de Red of Strength index op de weekly staat nu wel laag, 46. En deze correctie hier in 2020 was zo'n 50% voor Bitcoin. Dat weet je misschien niet meer. Misschien was je toen nog niet onderdeel van de markt. Ik weet het nog wel, ik zat er toen uh, ook in. Het ging er 56% van, uh, van de waarde van je Bitcoin in de portefeuille af. Op het moment dat je hier natuurlijk alles had vastgehouden. Om vervolgens. Vanaf de bodem naar de piek met nog een keer 141% te stijgen. Hoe ziet dat er dan uit voor Bitcoin in deze cyclus? Dat is natuurlijk ook sterk afhankelijk van welke grote partijen, hoeveel liquiditeit komt er in de markt van Bitcoin. Een positief iets om te noemen. En overigens heb ik de video van, van dinsdagavond. Daar noem ik 13 argumenten om bullish te zijn op bitcoin. Als je die nog niet gezien hebt, dan ga die ook zeker even kijken. Een van de, de goede argumenten op het moment dat zo meteen die rente gaat dalen, dat betekent ook dat de rente op obligaties naar beneden gaat. Dus het wordt, ja, je wordt een soort van semi-gedwongen om wat risicovollere assets ook op te zoeken als je een hoger rendement wilt halen. Op dit moment zit natuurlijk nog heel veel vermogen en geld in die obligatiemarkt zodat je ja, vrij makkelijk uh, tussen de 3,5 en de 5% rente bijvoorbeeld kan krijgen. Nou, op het moment dat die rente dus naar beneden gaat, gaat er dus ook een deel van het kapitaal natuurlijk weer op de markt komen. Van nou, dan moet ik gaan beleggen in uh, bijvoorbeeld meer in tech. Nou, bitcoin kun je natuurlijk ook zien als tech. En daarmee, uh, zeker met ook wanneer komen die grote pensioenfondsen over de brug om instappen in bitcoin. En op het moment dat dat gaat gebeuren, gaan we natuurlijk gigantische groene candles zien uh, voor bitcoin. Dat is een kwestie van afwachten. Die kunnen we niet timen. Die informatie wordt vast niet van tevoren gepubliceerd. Van over twee weken gaan die en die partijen voor zoveel geld aan Bitcoin kopen. Want nou, op het moment dat dat nieuws bekend zou worden, knalt natuurlijk de waarde van, van Bitcoin omhoog. Op basis van de correctie in 2020, waar we de Retro Strength Index enorm zien afkoelen. En daarna een nieuwe all-time high. Dat betekende niet dat de Retro Strength Index weer richting de 90 ging de tweede keer. Dat is waar ik erg, ben, erg nieuwsgierig naar ben. We hebben nu deze piek gehad, de Renter Strength Index stond op 88. Nou, laten we die gewoon even als 90 rekenen, als eerste hoge piek voor de Renter Strength Index. Maar in het verleden hebben we ook gezien dat, dat die piek kan vaker komen. Dat ligt er heel erg aan natuurlijk ook nogmaals, hoeveel vraag en aanbod is er. Het aanbod wordt natuurlijk steeds beperkter voor Bitcoin, want 450 Bitcoin vandaag de dag per dag gemined. Dus die zijn snel uitverkocht, de nieuwe. Nou, dan is het nog de vraag hoeveel mensen zijn aan het verkopen en hoeveel kopers zijn er. Op het moment dat dat zelfs weer gaat aantrekken, gaan we heel snel ook uh, de prijsherstel verder in de markt zien. En op basis van de huidige correctie die gaande is, zijn we eigenlijk maar, nog maar, 23% uh, gecorrigeerd. Ten opzichte van de drop hier in twee weken tijd, dropte Bitcoin in 2020 49%. Dat zien we hier niet gebeuren. Wel zien we voor Bitcoin, iedere keer op het moment dat er dus herstel kwam, een flinke groene candle is, is, is geprint. Bam, werd gelijk verkocht. We zien hier weer herstel. Bam, meteen weer verkocht. Dus er is veel verkoopdruk op dit moment op de markt voor Bitcoin. Ja, en wanneer stopt dat? Wanneer komt die reversal? Ik denk vooral dat dat te maken heeft met de berichten die gaan komen halverwege september. Dus dat is voor mij ook zeker even het uh, grote wachten daarop. Laten we dan even kijken hoe de Nasdaq zich verhoudt uh, ten opzichte van Bitcoin. Hier in beeld zie je nu ook de Nasdaq in de grafiek. We kijken op, naar de wekelijkse chart van Bitcoin. Waar we deze roze lijn is de, de waardering van de Nasdaq. Dus we zien in de boeren van 2020 tot 2021 dat ook de Nasdaq flink in de plus is gegaan. En dit soort dips voor crypto zijn natuurlijk altijd veel heviger dan dips voor, voor de Nasdaq of voor, bijvoorbeeld voor de S&P 500. En de grafiek voor de S&P 500 zal, zal er nagenoeg hetzelfde uitzien, maar met iets minder uh, explosieve stijgingen. Omdat de Nasdaq over het algemeen een percentage harder stijgt ten opzichte van, uh, van de S&P 500. En in de bearmarkt zien we dus ook een correctie voor, uh, voor de NASDAQ. En voor de NASDAQ was dat hier van de piek ja, zo'n zo 46% in de min. Terwijl Bitcoin in de afgelopen bearmarkt vanaf de piek zo'n 77% inleverde. Maar we zien nu wel duidelijk dat de correlatie ten opzichte van de NASDAQ. Bitcoin is al uh, nu een tijdje, en, uh, eigenlijk uh, wat ziet te zien een neerwaarts patroon. Een stuk consolidatie, maar de prijs is in ieder geval lager ten opzichte van de piek. Terwijl de NASDAQ gaat hier omhoog. Dus tegenovergestelde beweging. Nou, dat hebben we wel eerder gezien. Ook hier in deze correctie ging de Nasdaq gewoon omhoog. Terwijl Bitcoin door... die maakte die ruimschoots weer goed. Is ook mijn verwachting in de komende periode. Nog één overlay is dat als we de rente eraan toevoegen: het rentebeleid in de Verenigde Staten, dus die paarse lijn, zie je hier rechts bovenin: 5,5%, waar de rente vandaag de dag op staat. En lange tijd is die rente natuurlijk ongelooflijk laag geweest. En het moment dat we de bearmarkt eigenlijk begon, was wanneer de renteverhogingen werden doorgevoerd. Dat zagen we hier in februari 2022. Was crypto natuurlijk al flink ingezakt, maar hier is ook waar de NASDAQ ook wel wat door zijn hoeven ging. En eigenlijk, terwijl de rente dus zo hoog staat, hebben we een enorme rally gezien van zowel tech als dus ook crypto. Nou, zometeen gaan we zien dat de rente weer gaat dalen. Nou, dat zagen we in 2020. Hier was de covid crisis Je kunt het natuurlijk niet echt vergelijken met vandaag de dag. Dus hier zien we dat die rente echt heel sterk verlaagd werd, wat uiteindelijk leidde tot een mega rally. En dat is eigenlijk ook wel mijn punt voor, uh, voor de komende twaalf maanden. Is we weten dat die rente gaat zakken. Dat weten we. Nou, op het moment dat de rente gaat zakken, zeker de periode daarna, ook als we naar de data kijken van de afgelopen twaalf jaar. Zeker zes maanden na zo'n renteverlaging zien we dat de beurs en crypto tot op heden altijd in het groen hebben gestaan. De ene keer meer dan de andere, maar wel altijd groen. Dus deze consolidatie en met het weet, met de weet dat de rente gaat dalen... en straks is ook de werkloosheidscijfer weer wat gaan dalen in de Verenigde Staten. We hebben de verkiezingen in de Verenigde Staten die eraan zitten te komen in november. Verwacht ik echt nog wel een mooie rally richting het einde van het jaar. Dus de vraag is, wanneer wordt die hier weer opgepakt? Wanneer gaat bitcoin van 50 terug naar boven de 70... Alles onder de 80 vind ik gewoon irrelevant. Want inflatie meegerekend is dat waar we over praten, Bitcoin. Pas de all-time high voor Bitcoin, wat mij betreft, met koopkracht 80.000 dollar. Tikt die de 80k niet aan, ja, dan, dan ben je misschien wel in absolute waarde hoger geëindigd ten opzichte van 21, maar in koopkracht niet. Dus dan is het gewoon een enorme teleurstelling. Nou, daar ga ik nog steeds niet van uit. Uh, en dus is ook gewoon rustig blijven zitten. Ja, investeer ik dan nu onwaar uh, in altcoins omdat die een stuk lager staan? Nee, ik blijf echt van alts af nu, omdat je niet weet wat er nog eventueel in de komende weken of in de komende maand kan gebeuren op de markt voor Bitcoin. En we weten dat alts, zeg maar, zeker factor 2 uh, daarop reageren, met uitzondering van enkele coins. Uh, maar over het algemeen is dat uh, zeer high risk. Maar ik denk dat we het de grootste deel van de correctie nu wel gehad hebben. En dat we nog even een week naar beneden kunnen krijgen. Als ik dan ergens op let, deze week hier. Van de week van maandag 5 augustus. Hier willen we niet onderkomen. Dus, dus dit niveau waar Bitcoin nu is. We moeten niet een week printen die lager is. Want dat is natuurlijk bearish. Wat we eigenlijk willen is als dit een low is op de weekly. willen we in ieder geval hoger zitten. Ja? Dus wanneer Bitcoin hier deze week een, uh, een WIC-opprint, is er wat mij betreft niks aan de hand. Waar is de body? Is natuurlijk wel weer relevant... want als we kijken naar de wekelijkse sluitingen voor Bitcoin... is die tot op heden niet lager geweest dan 55.814 dollar. Dus voor mij zou ik het heel erg een uh, goed signaal vinden... wanneer Bitcoin daar in ieder geval boven blijft in deze consolidatie. En wanneer dat niet lukt, nou ja, als, de, als de, uh, de candle close... Weer lager gaat zijn dan dit niveau, ja, dat, is, dat is gewoon geen goed nieuws. Maar goed, daar zijn we nog niet. Dus, dit zijn even een paar dingen waar ik nu uh, naar kijk. Ja, gewoon een kwestie van geduld, uh, jongens en meisjes. En uh, meer kan ik er gewoon nu even niet van maken. We zitten nog steeds in een bullish patroon. Dit is gewoon nog steeds een bull flag. En daarmee is het een kwestie, wat mij betreft, van tijd, wanneer die daaruit gaat breken. Eenmaal support vinden boven de 70, kan die echt met piepende bandjes uh, boven de 80 gaan. Nou, en dan gaan we weer gewoon weer tegen die tijd zien wat er in de markt allemaal gebeurt en hoe mensen partijen daarop reageren om winst te nemen en bla Voorlopig ja, even afwachten nog.